Wij denken niet dat het handig is dat je producten gaat hebben die heel algemeen zijn. Waarop je op prijs veel moet gaan concurreren, want dat ga je niet echt winnen. Daar kan ik er redelijk kort over zijn. Team, team, team en executie. Het begint allemaal met de mensen. Als ik kijk naar de afgelopen 6 jaar bij Rockstart, 100 bedrijven hebben geïnvesteerd. Uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil zijn. Het zijn soms mensen die een idee dat niet zo heel goed was, toch tot een hele mooie business bouwen. En dat zijn mensen die met een fantastisch idee beginnen, maar toch niet de capabilities of de complementaire skillsets in huis hebben om dat te doen. En uiteindelijk is er een gezegde in Silicon Valley dat het is 99% team en executie en 1% het idee. HTTPS zorgt voor een beveiligde verbinding. Zorgt er ook voor dat bezoekers een beveiligde verbinding tussen gebruiker en website krijgen. In het kader van niet enkel om hackers en andere gebruikers die slechte bedoelingen hebben buiten gebruiken, maar ook juist voor een stukje zoekmachine-optimalisatie is een HTTPS-verbinding echt een absolute must. Er zijn eigenlijk niet echte don'ts. Een echte don't is jezelf al dingen aanpraten zonder dat je het onderzocht hebt. Laat de data voor zich spreken. Alles wat je bedenkt kan werken of kan aanslaan. Dus laat het creativiteit er lekker op losgaan. En dan gaat de data wel uitwijzen of het wel of niet werkt. Precies. En is eigenlijk voor het eerst dat paid search, wat traditioneel gezien altijd het grootste kanaal was, echt aan het afnemen. Dus influencer marketing neemt een substantieel deel van die markt over. Dat is eigenlijk ook iets wat we altijd historisch al hebben gezien, want influencer marketing is eigenlijk niets meer dan een persoon, een celebrity, iemand met invloed, die eigenlijk een bepaald product of een bepaalde dienst aanprijst. Alleen gebeurt dat nu digitaal en niet meer op het billboard langs de A1 of langs de A4.